Jan en Els, we zijn in Moldavië geweest. De documentaire is geweest. Hoe kijken jullie nou terug op die uitzending en hebben jullie nog reacties gehad? Ja, dat die dingen gewoon nog in Europa voorkomen. En het maakt jezelf ook heel dankbaar van ja, de omstandigheden waarin je zelf mag leven. En het relativeert ook wel hè, je eigen, ja, zeg maar, rustig rijkdom tussen aanhalingstekens en sluittekens. Nou, wat mij erg opgevallen is in die reis en de ontmoeting met Anna, dat zij ondanks haar zware leven toch een hele blije uitstraling heeft. Een hele krachtige vrouw is. En dat heeft me echt ontroerd. Dat zij iets moois van haar leven kan maken met de groep mensen die zij om zich heen verzameld heeft. Dat vond ik heel mooi. Als jullie nou aan iemand zouden moeten uitleggen of het nut heeft om een granny te sponsoren, wat zou je dan zeggen? Nou, dan zou ik zeker zeggen, doe dat. Want de situatie van Anna die is in de loop der jaren zoveel verbeterd. En als Dorcas meer mensen, meer sponsoren krijgt die dat willen gaan doen, dan zal de leefomstandigheden van ouderen zeker verbeteren. Dus ik denk dat dat zeker nut heeft. Nou, ik vind de economische vooruitgang van het land, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de jongere generatie zelf, hè. Maar de grannies, die komen uit dat communistische tijd en die kunnen verder zelf niets meer aan hun levensomstandigheden veranderen. En dan vind ik daar iets van solidariteit, hè, om iets van onze overvloed, hè, samen met hun te delen.